De onvolkomenheden die zijn ontstaan bij de uitbetaling van het verkiezingspersoneel wordt in de eerste week van januari aangepakt. Dit zei minister Brontusum Mohardjo van Binnenlandse Zaken gisteren voor aanvang van de laatste raadsvergadering voor dit jaar. De bewindsman laat weten dat elk probleem dat zich heeft voorgedaan bij de uitbetaling van het verkiezingspersoneel wordt opgelost. We hebben een fase 1 gehad, dat is de grootste gedeelte. Een fase 2 is de problemen, onvolkomenheden en dan een fase 3 afronden. Maar iedereen die heeft gewerkt krijgt betaald, dat is geen probleem. Somahardjo laat verder weten blij te zijn dat er geld is vrijgemaakt om de 17.000 personen die hun krachten hebben gegeven rond en op de verkiezingsdag uit te betalen. Hij vraagt de mensen die gewerkt hebben en niet de juiste betaling hebben gehad vertrouwen in hem te hebben. Ik ben allang blij dat we dat geld hebben kunnen vinden, 50 miljoen SED. De kleine onvolkomenheden ga ik allemaal oplossen. Ik vraag ze echt om in mij te vertrouwen. U zegt nu iets over, wat zei je? Tijdens hun trainingen. Dus trainingsdagen. Als ze daarvoor betaald moet, krijgen ze dat ook gewoon. Kijk, u heeft het gezien, die 50 miljoen was niet eens, of was wel begroot, maar was niet eens in de kas en wij hebben het toch gevonden. Dus die kleine bedrag gaan wij zeker ook vinden voor ze. Minister Brontusum Mohardjo van Binnenlandse Zaken. Hij sprak enkele journalisten gisteren op de stoep van het kabinet van de vice-president.